Welkom bij de derde Vrijmiebeurs, waar we op vrijdagmiddag gaan kijken naar het belangrijkste en meest interessante nieuws van de afgelopen week. En ook proberen we een beetje vooruit te kijken wat we volgende week voor nieuws kunnen verwachten. Zo ben je in ongeveer 10 minuten helemaal bijgepraat en ben je op de hoogte van alles wat je als lange termijn belegger in ieder geval moet weten. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En in de Vrijmiebeurs, de vrijdagmiddagbeurs, gaan we telkens kijken in deze video naar het belangrijkste nieuws dus van de afgelopen week. Nou, dat begon aan het begin van de week met wederom nieuwe maatregelen, strengere maatregelen, omdat het coronavirus gewoon bezig is met zijn tweede golf. En in Nederland zijn we daar best wel door getroffen op dit moment. Nieuwe maatregelen houden in dat bijvoorbeeld de horeca gesloten wordt voor de komende 4 weken. Dat amateurcompetities stil komen te liggen. En dat betekent dus ook dat de rest zonder publiek wordt gespeeld. Dus wel de Eredivisie, maar dan zonder publiek. En bijvoorbeeld een mondkapje wordt verplicht in publieke binnenruimtes en in het OV. En het is niet zo dat alleen Nederland getroffen wordt door die tweede golf. Ook andere landen in Europa hebben daar mee te maken. Al zijn ze nog niet op het punt waar Nederland inmiddels mee te maken heeft. Maar ze zijn al wel maatregelen treffen. Vaak is dat wat lokaler. Of dat er bepaalde steden worden afgesloten van de buitenwereld. Juist om de reisbewegingen te beperken. We zien op dit kaartje wel dat Nederland samen met Tsjechië de meeste besmettingen per 100.000 inwoners heeft. Dat daarna een beetje Frankrijk en Spanje en het Verenigd Koninkrijk volgen. En dat Duitsland nog best wel een beetje weer daarop achterloopt. Al hebben zij dus wel aangegeven, eigenlijk alle landen, we willen er alles aan doen om juist niet in de situatie te komen waar Nederland nu is. Misschien wel te laat voor actie ondernomen. We zien dat het gebeurt, dat het om ons heen gebeurt. En we gaan er alles aan doen om te zorgen dat wij niet in dezelfde situatie komen. En we zien dus dat we als Nederland zijnde hierin voorop lopen, helaas. Wat het betreft het aantal besmettingen, dat de rest ook weer volgt. Misschien heeft het met de tijd van het jaar te maken, met de vakanties. Dat mensen het wel weer een beetje geloofden, dat het allemaal wel meeviel. Maar dat blijkt dus niet mee te vallen. En ik verwacht dus ook dat binnenkort andere landen, andere continenten hier weer mee te maken krijgen. Dat we eigenlijk wereldwijd wederom een tweede coronagolf krijgen. En zeker wanneer Amerika bijvoorbeeld weer wordt getroffen, zeker rondom de presidentsverkiezingen, zal dat best wel impact hebben op de beurs. En zeker wanneer dat ook nog eens de komende week is, net op momenten dat de kwartaalcijfers naar buiten komen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat als de kwartaalcijfers slecht zijn en de verwachtingen voor de toekomst worden door die tweede golf ook nog eens slecht, dat een bedrijf daar flink wordt doorgeraakt kan worden. Ik verwacht vooral dat bepaalde sectoren hard geraakt worden, bepaalde bedrijven, lang niet allemaal, want waarschijnlijk zal de techsector het wel weer goed doen. Dus ik denk ook dat er zeker kansen zijn de komende weken wanneer zo'n bedrijf flink geraakt wordt, wanneer een sector geraakt wordt. Al zouden de dalingen niet zo groot zijn geweest als aan het begin van het jaar, want toen speelde ook nog mee dat de onzekerheid heel erg groot was, terwijl we nu veel beter voorbereid zijn. We hebben veel meer kennis van wat de impact kan zijn, wat het impact gaat zijn. En ook een vaccin lijkt begin volgend jaar op de planning te staan. Dus het heeft niet zo'n lange impact, maar het heeft zeker wel impact en mogelijk kun je daar dus van profiteren. Ander nieuws deze week was dat de huizenprijzen maar blijven stijgen. In het derde kwartaal van dit jaar lagen die 11% hoger vergeleken met vorig jaar. En dit blijft vooral omdat er nog steeds een krapte is op de huizenmarkt. En we hebben natuurlijk nog een heel erg lage rente, wat inhoudt dat de maandlasten van mensen lager zijn. En daardoor hebben ze dus eigenlijk meer capaciteit om te gaan lenen, om een duurder huis te gaan kopen. En als ze meer geld hebben, tot beschikking hebben om een huis te kopen, zullen ze uiteindelijk ook meer voor een huis gaan betalen. Vandaar zien we die stijging van meer dan 10% ten opzichte van een jaar geleden dus. En ik heb afgelopen woensdag een video gemaakt over het vermogen van huishoudens in Nederland. Ik zal hem hier even plaatsen. En daar zagen we dat het grootste gedeelte van het vermogen vast zat in het huis. Dus dat een huis een heel erg belangrijk vermogensdeel is voor Nederlanders. Nederlanders hebben gemiddeld net geen 200.000 euro aan vermogen per huishouden. 60% daarvan zat vast in het huis. Als we gaan kijken naar de mediaan, dat betekent dat 50% van de mensen rijker is en 50% van de mensen armer is. Dan lag het vermogen zo rond de 50.000 euro. Dus dat een heel verschil met die 200.000 euro. En als je nou benieuwd best bent van hoe wordt dat berekend? Wat is een mediaan? Wat is het gemiddelde? Waar zit het vermogen zeg maar qua leeftijd? Per locatie, per gemeente bijvoorbeeld. Ga dan zeker die video kijken dat je een beetje een inzicht krijgt in hoe de vermogensdingen zijn verdeeld in Nederland.
En wat de huizenprijzen de komende tijd gaan doen, ja, dat weet ik niet. Dat twijfel ik een beetje. Je ziet al wel dat huurprijzen in de vrije sector aan het dalen zijn in heel veel grote steden. Dat heeft te maken dat heel veel expats nu geen werk hebben of niet komen werken, dat er minder vraag is. Ik weet niet hoe het zit met huizen. We hebben nog steeds dus te maken met een en lage rente en een tekort aan huizen. Maar het kan sowieso wel zijn dat volgend jaar, wanneer meer mensen zijn baan verliezen, dat mensen dan niet willen gaan verhuizen of misschien juist wel moeten gaan verhuizen, maar naar een goedkoper huis. Dus dat dan misschien wel de vraag een beetje afneemt. Maar dat is ja, puur speculeren. Ik weet niet hoe het zal lopen. En over je baan verliezen gesproken, ook deze week waren er verschillende nieuwsberichten van banenverlies. Kijk bijvoorbeeld ten eerste naar BMW. Of tenminste, eigenlijk is dat hier VDL, Netcar, hier in Borren. Daar zien we dat BMW stopt in 2023 met de productie van hun auto's in Borren. Nou, dat treft dan 4500 medewerkers. En BMW wil de productie die daar nu wordt gedaan verplaatsen naar hun eigen fabrieken. We zien ook een bericht van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Daar gaan zo tussen de 200 en 300 van de 1300 banen verdwijnen in de komende maanden. Ook nog eens 300 ingehuurde krachten die zullen hun baan verliezen of niet worden ingehuurd. En volgend jaar gaan er nog meer banen verloren. Staat er ook een reorganisatie op de planning. Al willen ze daar nog niet meer over vertellen. En bij de NAM heeft het dan te maken met de gasprijzen. De afname is toch ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Maar de gasprijs is gehalveerd. Dus het bedrijf zelf moet kosten besparen. En een van de makkelijke manieren om kosten te besparen is bijvoorbeeld om personeel te ontslaan. En we zullen de komende maanden wel gaan zien dat corona net het laatste zetje kan zijn voor bedrijven waar het dan niet goed mee ging. Dat die bedrijven dus misschien wel failliet gaan, dat mensen hun baan verliezen. Terwijl tegelijkertijd er ook heel veel bedrijven zijn die nu de mogelijkheid hebben om te gaan investeren. Nu juist te gaan investeren in nieuwe technologie in de toekomst. Zo zien we dat BMW dus zelf weer in hun eigen fabrieken meer gaat produceren. Lijkt me dan dat de vraag afneemt, dat je daar de capaciteit hebt om het weer zelf te doen. Dus ze zullen niet meer zoveel geld stoppen in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, maar juist richten op de elektrische voertuigen waar nu de toekomst ligt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de energietransitie. Die was al bezig, maar vaak op dit soort momenten, wanneer er een crisis is, ook al is dit een gezondheidscrisis, het heeft toch effect op de hele economie, zul je zien dat zo'n transitie sneller gaat, dat die in één keer wordt aangewakkerd door juist nieuw kapitaal, nieuwe bedrijven, nieuwe kansen. Nou, ik ben dus laatst al bezig met een videoserie over Shell om te gaan kijken, is dat nog interessant om in Shell te investeren? Juist omdat ze zo groot zijn met olie en olie lijkt wel een beetje over de piek heen te zijn. Nou, Shell is ook groot in gas en gas is waarschijnlijk de grondstof, zeg maar. Wanneer we van olie afgaan, zal de vraag naar gas toenemen, in ieder geval op de korte termijn. Dus het is heel erg aantrekkelijk om te kijken van wat gaat gas doen. Dat stond ook op de planning voor de volgende video. En uit dit nieuwsbericht kunnen we dus al halen dat de gasprijs het afgelopen jaar ongeveer gehalveerd is. Dus het is belangrijk om te gaan kijken wat de gasprijs in de toekomst gaat doen. Maar die video zal ik binnenkort dus nog maken. En dan komen we bij het aandeel Adifica. Dat is een aandeel dat ik heb. Ik heb 25 aandelen van dit bedrijf. En ik heb op mijn Instagram gekeken. Ongeveer 12% van mijn volgers heeft dit aandeel. En Adifica is bezig met een nieuwe aandelenuitgifte. Op die manier willen ze maximaal 5,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. En daarmee hopen ze maximaal dus 460 miljoen euro op te halen. Dat geld willen ze dan weer gebruiken om juist bestaande projecten die ze al hebben te betalen, af te betalen, dat soort dingen. En juist ook te investeren in nieuwe projecten voor de toekomst. Huidige aandeelhouders kunnen profiteren van deze nieuwe aandelenuitgifte. Want voor elke 5 aandelen die je voorheen had, kun je nu eigenlijk 1 nieuw aandeel kopen voor 83,50. Nou, die prijs die ligt een stuk lager dan de koers was op het moment dat ze het aankondigden. Die was toen €97,80 op dat moment. Oftewel bijna 14% lager. Al is inmiddels wel de koers weer gedaald richting de €87. Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de aandelen nu een beetje verwateren. Omdat er nieuwe aandelen worden uitgegeven. En dus misschien een aandeel wel minder waard wordt. Of in ieder geval vinden we dat het minder waard wordt. En als het verkocht wordt voor €83,50 aan huidige aandeelhouders, wil dat misschien wel zeggen dat de koers op dit moment te hoog was. Dat de waarde van het aandeel zelf dus lager lag. En dat is ook om die reden mensen vinden dat de koers weer dichter bij dat bedrag had moeten liggen. Voor de mensen die dus aandelen hebben in Adifica, als je bijvoorbeeld bij de Giro inlogt, dan zie je op dit moment daar warrants staan. Daarmee heb je dus eigenlijk de optie of het recht om die aandelen te kopen, omdat je dus al aandelen had in het bedrijf. Nou, ik heb vanochtend contact gehad met de Giro en zij zijn bezig met een e-mail op te stellen naar aandeelhouders met meer informatie over hoe je dan gebruik kunt maken van deze warrants om juist nieuwe aandelen bij te kopen. En ik weet dat andere brokers inmiddels al een e-mail hebben verzonden met uitleg. Dus het is een beetje per broker ook apart
hoe het uitgewerkt zal worden en hoe jij die stappen moet ondernemen om die nieuwe aandelen dus te kunnen kopen tegen die prijs van €83,50. En zelf ga ik gebruik maken van deze optie om die 5 aandelen extra te kopen. Zoals gezegd, ik had er 25, dus ik mag er 5 bij kopen tegen die koers. Het is echt een belegging in een sector waar ik geloof, in de zorgcentra en voor de lange termijn. Dus ik vind het niet erg dat de koers nu iets omlaag komt, of dat nou terecht is of niet. Ik ga toch voor de lange termijn en juist tegen deze koers vind ik het wel weer leuk en interessant om het bij te kopen. Kijken dan tenslotte nog naar kwartaalcijfers, want daar hadden we het de vorige week al over. Dat eigenlijk vanaf afgelopen week dus veel kwartaalcijfers van het derde kwartaal naar buiten kwamen. De banken, Amerikaanse banken waren als eerste. Zakenbank, Goldman Sachs, die deden juist heel erg goed. Juist vanwege hun zaken, handelen, dat soort dingen beleggen. Die hadden natuurlijk heel erg goede tijd en die zagen hun winst verdubbelen. Terwijl heel veel andere Amerikaanse banken juist hun winst zagen afnemen of verlies te maken hadden. Heeft ook weer te maken met dat banken vanwege de tweede golf die er waarschijnlijk aankomt meer reserves aanhouden. Omdat ze vanuit gaan dat heel veel bedrijven hun leningen niet meer kunnen afbetalen. Dus dat geeft wel een beetje aan welke kant de economie opgaat. En hou daar dus ook zeker rekening mee. Dus ik volg vaak ook banken niet omdat ik banken zelf interessant vind. Maar zij wel vaak voortekenen hebben over wat de economie gaat doen. En ook de komende week komen er weer heel veel derde kwartaalcijfers naar buiten. Ik heb dan vooral interesse in Tesla. Dat is mijn grootste positie. Ik denk voor heel veel bedrijven en heel veel mensen interessant om te kijken wat Tesla doet. Ook als je geen aandelen in Tesla hebt, maar juist in die andere autofabrikanten. Want die liften vaak mee op het succes van Tesla. Maar ook heel veel andere bedrijven trouwens. Heel veel chipmakers, techbedrijven. Dus dat is zeker interessant om bij te houden. En ik ben ook zeker benieuwd wat jij verwacht. Welke aandelen heb jij of kijk je naar uit en wat is jouw verwachting daarvan? Laat dat vooral weten in de reacties hieronder. Leg ook uit waarom je dat verwacht, want dan kunnen we allemaal een beetje er iets van leren. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's, welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ongeveer 1 op de 2 kijkers is nog geen abonnee. Ik maak elke week dus 3 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.